Er valt vandaag wat lichte regen. Het wordt een graad of 5 en op de weg is het nog rustig. Een korte file op de A13 richting Rotterdam. En dat komt door olie op het wegdek. Dit is het TV West ochtendnieuws van woensdag 25 januari. Goedemorgen. Straks een verwarde man zorgt voor commotie in Honslersdijk. Maar eerst de bommenmakers uit Voorschoten. Het explosief dat dit najaar in Voorschoten aan een flitspaal hing, gaat voor onderzoek naar Engeland. Dat bleek gisteren bij de rechtbank in Den Haag. Daar stonden twee mannen terecht die ervan verdacht worden de bom te hebben gemaakt. De voorlopige aanklacht tegen de twee is poging tot moord. Maar volgens de officier van justitie kan dit nog veranderen. De twee mannen blijven voorlopig vastzitten. Een medewerker van de explosieve opruimingsdienst verloor dit najaar zijn hand toen de bom ontplofte bij het demonteren. In een flatwoning aan de Betje Wolfstraat in Den Haag heeft vannacht rond 2:30 brand gewoed. De brand brak uit in een huis op de tweede verdieping van een portiekflat aan de Betje Wolfstraat. De brandweer slaagde erin het vuur snel te blussen. Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond, dus de ambulance kon onverrichte zaken weer vertrekken. Agenten hebben een schot gelost bij de aanhouding van een verwarde en agressieve man in Honslersdijk. De 31-jarige man vluchtte daarna zijn huis in, waar hij met behulp van politiehonden werd aangehouden. Een politiehond beet hem daarbij. Politiehonden en veel politiemensen op straat gistermiddag in het anders zo rustige Honslersdijk. Een verwarde man had daar met een mes richting politieagenten gedreigd. Hij weet alleen dat er geschoten is door de politie. Een waarschuwingsschot en dat er een persoon is aangehouden. En die is voor onderzoek mee naar de politie. Buren zoeken elkaar op voor een praatje, maar de verwarde man is niet erg bekend in de wijk. De aandacht gaat onder een jonge man die daar woonde. Dus die hebben ze meegenomen. Kende u die? Nee, buren nooit wat van gehoord. Ik hoor nooit wat van hem. Nooit wat van gemerkt. De man had de ruiten van een woning aan de Noordduinstraat ingeslagen en kort daarvoor had hij ook de wijkagent bedreigd. Toen andere politiemensen de wijkagent te hulp kwamen, trok de man een mes. Toen hij het mes niet wilde laten vallen, schoten de agenten. Ik kreeg te horen via de persinformatie van de politie dat er geschoten is vanwege een persoon die niet helemaal 100 was op dat moment. Die was een beetje gestoord aan het doen en daarom is er voor de veiligheid van de politie een waarschuwingsschot gelost. En daarna is de persoon aangehaald. En dan het verhaal van krantenbezorger Bernard Bokop. Afgelopen zaterdag werd hij met een hard voorwerp bewusteloos geslagen toen hij kranten rondbracht in winkelcentrum Tandhof Oost in Delft. Uren later werd hij wakker in het ziekenhuis. Bernard Bokop kan zich niets herinneren van de mishandeling afgelopen zaterdagochtend. Het ergste is dat ik een heel stuk kwijt ben. Hè? Een wond op zijn achterhoofd is stille getuige. Van binnen voelt Bernard angst. Als ik ga slapen af en toe dan. Dan schrik ik gewoon wakker. Ja, helemaal verward. Ja, hij is nu niet meer, maar toen wel. Nu heb je zoiets van, waarom is me dat aangedaan? Mijn hobby wordt nou eigenlijk ook afgepakt. Al 28 jaar brengt Bernard de krant rond 's ochtends vroeg, met veel plezier. Want hij ziet het als zijn hobby. Ja, waar legt u de krantjes nou aan? Dan leg ik het altijd neer. Zodat de krantjes lekker droog liggen? Ja. Ziet u dat u zelf binnenkort weer doen? Ik denk het niet meer, hoor. Nee, die angst die zit daar echt in, hoor. De dader heeft toen Bernard buiten bewustzijn was zijn portemonnee met €40 en een telefoon gestolen. De politie is op zoek naar getuigen, want de dader is niet gevonden.
En de politie vermoedt dat twee daders de mishandeling op hun geweten hebben, maar heeft nog niet genoeg getuigen. Iedereen die iets gezien heeft op zaterdagmorgen op de Dasstraat in Delft wordt dan ook gevraagd zich te melden bij de politie. En dan sport. De basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond in de tweede fase van de Euro Challenge verloren van Oldenburg. De landskampioen verloor in Duitsland met 85-62. Volgens de coach had zijn team vanaf het begin geen kans op een zege. De tegenstander was te sterk en verdedigde erg goed. Kijken we naar de kranten van vandaag. De WOZ-beschikking dreigt voor veel huizenbezitters op een bittere teleurstelling uit te draaien. Dat schrijft de Telegraaf. Huizenbezitters moeten belasting betalen over het onroerend goed dat ze bezitten. En dat gebeurt op basis van de zogenoemde WOZ-waarde. Maar hoewel de huizenprijzen flink dalen de laatste tijd, gaat de WOZ-waarde niet omlaag. Huizenbezitters moeten dus nog steeds een hogere belasting betalen, terwijl een huis wel minder waard geworden is. Een opvallend nieuws in het Algemeen Dagblad. Hardrijders ontkomen de laatste tijd steeds vaker aan een bon voor een snelheidsovertreding. Doordat veel snelwegen zijn vernieuwd en 4 of 5 rijstroken hebben, neemt de pakkans af. Omdat het verkeer meer is verspreid over de rijbanen, zit er vaker een auto in de weg van de flitspaal. En dan kan er dus geen bon worden uitgeschreven. Er wordt inmiddels wel gestudeerd op nieuwe flitsmethodes. Maar goed nieuws voor hardrijders, want die nieuwe flitspalen die kunnen nog wel even op zich laten wachten. En dan de Volkskrant, die lag nog niet op de mat vanmorgen, maar is wel digitaal te bereiken. Daarin aandacht voor het homohuwelijk. Dat bestaat inmiddels 10 jaar. En wat blijkt, het is onder lesbiennes populairder dan onder homomannen. Jaarlijks trouwen er 600 mannen met elkaar en geven bijna 700 vrouwen elkaar het jawoord. Blijkt ook dat homohuwelijken tussen vrouwen vaker stranden. Zelfs 2 keer zoveel als bij mannen. En hoe dat komt, ja, dat heeft de Volkskrant dan weer niet onderzocht. Het weer dan. Vandaag passeert heel langzaam een warmtefront. Het is daarom bewolkt en er valt af en toe wat regen of motregen. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en de middagtemperatuur ligt rond de 5 graden. En na 8 uur krijgt u een uitgebreid weerbericht van Huub Mizee. Vanmiddag na het nieuws is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Tis Wat. Daarin deze week de serie De Twikkelflat. En dat is een plek waar echte Hagenezen kunnen genieten van hun oude dag. Vandaag zien we dat de bewoners het niet allemaal even makkelijk hebben. Veel, veel last van mijn rug. Mijn hartklep die sluit niet genoeg. Hoe heet het? Bronchitis en... Krijgt u wel eens bezoek hier? Maar... Bent u nog gezond? Nou, nee, dat durf ik niet te zeggen. Ze zal er geen zin in. Ach, de bewoners van de Haagse Twikkelflat. Vanavond dus in Tis Wat. En tot zover het TV West ochtendnieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze website westonline.nl. Maar ook de collega's van Radio West houden u de hele dag op de hoogte. Komend uur praat Sander Otters over het verplegend personeel van de Haagse zorginstelling HWW. Daar wordt actie gevoerd tegen de te hoge werkdruk. Het TV West ochtendnieuws is er over een paar minuten weer met dan als belangrijkste onderwerpen het proces tegen de makers van de flitspaalbom in Voorschoten en een brand in de Betje Wolfstraat in Den Haag. Graag tot zo en anders alvast een heel mooie dag.